Sony Media. Ruben Tijl, 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 Ruben Tijl. Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond of goedenacht, lieve luisteraar. Leuk dat je weer af hebt gestemd op Ruben Tijl, Ruben de podcast. Jeetje mina. Ja, staat te veel spanning ik op. Dacht van ja, nee, oké. Okay. Soms laat ik woorden weg en denk ik, we kunnen beter gewoon alle woorden. Waarom alle, hebben we niet doen? Gewoon één keer en dan starten we die in? Dat we eentje opnemen. Ja, gewoon één goeie. Ja. Zo werkt het toch bij tv ook niet? Nee. Wacht eens, even. Dat doet hij toch ook, hè? Nee. Ik dacht dat Luc dat geluid maakte. Ja. Iemand nog iets spannends meegemaakt? Nou, ik was laatst dus in een talkshow, hadden we het toch even over. Vorige keer zeker? Vorige keer. Je was bij 7:30. Bij 7:30. En een van onze grote fans, Bojura, jullie wel bekend. Zeker, Bojura. Die normaal altijd in het publiek zit, bij de shows, bij de live shows, maar ook bij televisie is ze vaak aanwezig. Ook als ik een programma van jullie kijk en ik zie het publiek voorbij komen, daar zit ze weer. En ik denk, nou, zou je er hebben? Hier bij 7:30 zit ze. Nee, ze staat in de hoek. Hé, maar wat heeft ze nou voor een riem om? En een kabel eraan. Maar ze staat achter die camera. Ze is cameravrouw geworden. Oh, wat inmiddels. Goed. Ja, oh, wat leuk zeg. Leuk. Ja, echt geweldig. Bojura die komt al sinds jaar en dag. Eerst met de ouders en later alleen. Of tenminste, zonder de ouders. Precies. In een ander gezelschap na onze shows. Een groot improvisatieshow. Tafkal, Tine van Tel. Was wel heel zoet. Dan deden we het twee op een dag. En dan kwam ze met haar vader. En haar vader had dan een stropdas met pianotoetsen. Ja. Voor de gelegenheid aangetrokken. En Bajoure ging zich dan tussen de shows verkleden. Die deden iets anders aan. Ja. Zo professioneel. Om twee keer anders op beeld te komen. Ja, dat was als je die professionaliteit, als je dan al door hebt dat je met continuïteit en juist niet continuïteit moet werken, dan kan je een hele goede camera worden. Zo zie je maar. Hè. En zo breiden wij, luisteraars, ons netwerk langzaam uit. Ja. Ik heb ook iets meegemaakt. Heeft er iemand van jullie, ken je iemand met een glutenallergie? Glutenvrij voor de hele klik. Ja, dat zeg ik en dan is iedereen er vanaf. Nee. Niet echt. Nee. Ik was bij Robert van Beckhoven. Gezellig. De bakker van Heel Holland Bakt. Ah. Tevens de beer van het de knuffelbeer in De Maassinger. De Maassinger. En hij had mij uitgenodigd om bij hem in de bakkerij te komen voor een online bakprogramma. Maar dus ik ben naar Oosterwijk, waar zijn bakkerij is, gegaan. Dit is echt een feest voor. Woont hij in een peperkoekenhuisje? Nou, een peperkoekenfabriek in dat geval. Het is een gigantisch pand. Zit er een restaurantje aan vast. Maar die bakkerij is zo de moeite waard. We kregen een rondleiding. En dan krijg je dus een rondleiding van een echte vakidioot. Die is zoveel passie praat hij over zijn vak. Dat is echt hartstikke leuk. En hij vertelde dus wat ik niet wist. Ik dacht, glutenallergie, daar word je mee geboren. Dat is dus niet zo. Dat is om de manier waarop brood gemaakt wordt. Snel. Ja. 4 uur opstaan, want het moet om 6 uur moet het klaar in de winkel liggen. Daarom, omdat je dat dus veel harder kneedt, veel meer kneedt, en het gaat in zo'n kneedmachine, al het deeg, dan komen er glutenvrij. Die helemaal niet vrijkomen. Hij maakt brood. Nou, dat is, ik kan niet uitleggen. Zo achterlijk lekker brood. Daar hoef je niet eens wat op. Dit denk je, alleen een beetje olijfolie misschien. En daar zitten geen gluten in. Als je glutenallergie hebt, kan je dat brood eten. Oh. Nou, ik vond dat leerzaam. Oké. Okay. Heb je hem gezoend? Een hele gekke vraag. Nee. Daantje was erbij. Okay, cool. Mijn jongste. Ja, dan ga je niet met een oude bakker staan zoenen. Nee, dat patissier, is het toch? Meester. Meester. Ja, nee, en gewoon een hele goede bakker. Nee, echt fantastisch. Hartstikke leuk. Als je in de buurt bent of niet, ga erheen. Oosterwijk. Nee, en draai hoor. Ja, nee, ik wilde iets zeggen. Ik dacht, het is misschien wel grappig om te zeggen. Hij heeft je misschien niet gezoend, maar wel in je mond gespoten. Maar dan dacht ik, ja, weet je. Met slagroom. Met slagroom. Jongen. Jij maakt er weer iets vies van. Ruben Nicolai. Hoezo? Ja, ik zag je kijken.
Het is een seksueel het blijft toch leuk. De blik. En die hadden wij totaal niet. Lieve luisteraars, wij gaan onze podcast beginnen. Daar schrik ik ook van. Daar schrik ik van. Ja. Mag je best weten. Ja. Wij gaan weer dobbelen. Zoals altijd, we hebben 6 vlakken op de dobbelsteen. Ja. Die zijn al sinds jaar en dag hetzelfde. Socials, geschreven woord, tv-media, persoonlijk, sport. Gooi je echt weinig sport. En eten en drinken. Ja, precies. Nou... En wat gaat Ruben van der Meer? Die gaat van start. Ik gooi het scherm. En die gooit het scherm. TV, media. Nou, wat is jou onder ogen gekomen? Ja, wat is mij onder ogen gekomen? Een waanzinnige film. Hij staat op Netflix, dus het is toch weer even de Netflix reclame. Maar goed. Als ik erachter kom, hè, dat jij je zakken vult via deze podcast met grote Netflix deals. Ja. Ja, dat zou wat zijn. Die vakantie gaan steeds verder. Ja. Een meneer is een eigen film, maar toch neemt. Denk, wacht eens even. Nee, leuk. De film heet Vice. Is alweer eventjes van even geleden. Maar die 2018 is mij niet ontgaan. Maar heb ik gemist in een drukke periode van mijn leven... Dat je even wat films mist. Hè? Jij had hem nog niet gezien. Ik had hem nog niet gezien. Maar hij stond nog steeds op mijn lijstje. Ik heb hem eindelijk gezien. Christian Bale. Die speelt vice-president Dick Cheney. Maar Christian Bale is zo'n acteur die er echt helemaal voor gaat. En hij speelt het ook wel weer echt geweldig. Ja. Het is niet normaal. In tegenstelling tot... Sam Rockwell, die ook geweldig speelt. Die speelt George W. Bush, of junior. Maar ik weet niet of jullie Sam... Ja, jullie kennen Sam Rockwell. Zeker. En die blijft gewoon Sam Rockwell. Maar die speelt George Bush dus op zijn Sam Rockwells. Wat ook weer geweldig is. Want hij gaat niet heel erg proberen... Het accentje. Dat accent, de intonatie doet hij wel met de speeches die hij doet. Maar voor de rest is het toch gewoon een beetje... Sam Rockwell, zijn interpretatie van George Bush. En dat dan weer tegenover Christian Bale... die gewoon een soort van spot-on hem nadoet. En voor de luisteraars, zoals mijn vriendin... die dan denken, Christian Bale, ken ik die? Ja. Batman, daar ga je. American Psycho. Ja. Hele goede acteur die al heel jong begonnen is. Ja, de machinist, daar is hij geloof ik... weegt hij nog 40 kilo. Ja. Ook iemand die heel extreem voor zijn rollen gaat. Ja, precies. Ja. Precies. En ook dus weer in deze film. Het leuke is hij is geregisseerd door Adam McKay. En Adam McKay was schrijver, hoofdschrijver een tijd lang bij Saturday Night Live. Een sketchprogramma. Deed dus heel veel gewoon comedy sketches. Heeft daar Will Ferrell ontmoet. Is samen met Will Ferrell gaan schrijven. Anchorman heeft hij gemaakt met Will. En, niet. Ja. En met Will Ferrell en Mark Wahlberg. The Other Guys. Dat is een goede Talladega Nights. Hoe zeg ik het? Ja. Will Ferrell in een raceauto. Maar dat zijn knetterkomische films. Ja. Dus hij heeft die comedy heel erg in zich. Ja. Maar hij heeft ook zeker een kritische kant. En hij heeft toen de Big Short gemaakt. Ook al met Christian Bale. En Steve Carell. En met Steve Carell, ja. Ja, die overigens ook weer in Vice zit. Ook geweldig weer. Donald Rumsfeld. Ja. En de Big Short, daar liet hij al zien van... Ik kan ook serieus films maken. En echt actuele maatschappijkritische films. Ja. Ja, en het toffe van Vice vind ik dat hij de comedy, zeg maar, die hij in Anchorman gebruikt... gewoon opeens uit het niets start daar bijvoorbeeld een liedje in. En hebben ze een stand-off met andere Anchorman, andere nieuwszenders. Die gekke comedy... gebruikt hij ook in deze film. En dat is een bizarre combinatie. Die vind ik heel goed werkt. En ik merk wel, ik heb teruggelezen een beetje de reviews. Het is wel een film van, je vindt het te gek. Of je denkt, jezus, wat is dit nou weer?
Want ja, ze zeggen gewoon in bijvoorbeeld midden in de film. Op het moment dat hij die beslissing gaat nemen om vicepresident te worden. Wat nogal wat gevolgen heeft voor de rest van de wereld uiteindelijk. Ja, ja. Maar dat moment, daar zijn ze natuurlijk niet bij geweest. En dat spelen ze na. Hij staat zijn mond te spoelen en zijn tanden te poetsen. En heeft een gesprek met zijn vrouw. Moet ik dit nu wel doen? En dan opeens start er gewoon een voice-over van de makers. En die, terwijl dat scènetje doorgaat, leggen ze even uit. Ja, hier konden we natuurlijk niet weten hoe dit precies is gegaan. Maar het is natuurlijk een beslissing geweest van ja, zo'n grote proportie. En we hadden natuurlijk wel een mooi Shakespeare-achtige dialoog kunnen gaan schrijven. En het helemaal mooi kunnen opblazen. Ach, en dan gaan ze opeens verder. En krijg je een hele scène alsof het Shakespeare is. En dan spreken ze op die manier uit. Alle voor's en tegen's. Thou shalt not. Daarbij zit je in een Shakespeare. Heel kort stukje. Dat je denkt van, hè? What the fuck is dit? Wat? En, maar wel gewoon, want het is wel weer knijtergoed geacteerd. En het komt wel over. En het dekt wel de lading van dat moment. Daar zit er echt vaak van dat soort, ja, toch wel briljante ingevingen in. Maar ook die vrijheden die je permitteert als, ja, maker. Dat je zegt, ja, dit mag ook. Ja, precies, precies. Heel inspirerend. Want bedoel, op 3 kwartier begint opeens de aftiteling. En dan zeggen ze, ook weer bij een cruciaal beslissing die hij moet nemen. En toen besloot hij zich terug te trekken uit de politiek en het bedrijfsleven. En samen met zijn vrouw golden retrievers te gaan fokken op een ranch. Aftiteling. Nee hoor. Tring. Ja, dat is toch cool. Echt zo goed. Want je weet dat het niet zo is. Nee. En je denkt van, hè? Ja. Wat? Ja. Maar, en we zitten op 3 kwartier. Aha. Oh. Haha. Ja. Gewoon even. De joke's aan me. Was dit maar gebeurd? Was dit maar gebeurd? Ja, ja, ja. Dat is me nog heel erg bijgebleven. Dat je aftiteling midden in een film. Ja. Echt. Ja. Maar het benadrukt gewoon zo goed. Oh, was dat maar gebeurd? Want ja. Het is voornamelijk een film over mannen die macht verkrijgen. En hij als vicepresident heeft normaal niet zoveel macht. Maar dan laat hij het uitzoeken. Hoeveel macht is er nou werkelijk? En dan vindt hij wat mazen in de wet. En wat, oh, dat, hey, zeg, dat zegt Donald Rumsfeld wel dan, ja, van, wat? Kun je onder deze omstandigheden vicepresident worden? Hoe hebben we het voor elkaar gekregen? Ja. Je bent een soort van president. Ja, precies. Hij is gewoon de president. Ja. Ja. En George Bush, die maakt de praatjes. Ja. Het is nog wel interessant, Ruben, ook al is het jouw dobbelverhaal, om te vermelden dat natuurlijk heeft Cheney geprobeerd om president te worden. Ja. Maar de tragiek is, ja, het is een hele, tenminste, het is een gewiekste bestuurder. Keihard. Geschikt voor dat pittige klimaat. Maar als hij op het podium stond en moest gaan praten, dan bevroor hij gewoon. Ja. Dus hij had nul charisma. Ja, dus hij wist ook, ik ben voorbestemd om in de coulissen te spelen. Ja, precies. Het gaat hem niet worden. Het gaat hem niet worden. En dat was wel zijn ambitie. En toch dus op een of andere manier weet hij het zo te spinnen. En eigenlijk nog beter voor hem. Want ja, hij blijft een beetje in de schaduw. Zeker. Maar ondertussen kan hij alles regelen zoals hij het wil. Hij zou wel gebaald hebben van deze film. Zo. Want die is zeg maar niet onder de radar gebleven. Nee. Absoluut, absoluut. Ik bedoel, alleen daarom is het Ik zou geen één vicepresident zo, weet je, Al Gore misschien. En, ik zou ze niet zo kunnen noemen. Nee. Maar hem wel. Zo. En ik bedoel, die hele oorlog in Irak, dat is gewoon een deal met oliemaatschappijen en die hij aan het beslechten is. En oké, we gaan Afghanistan binnenvallen. Kut. Nee, ik wilde Irak binnenvallen. Nou, dat gaat goed komen. En dat gaan ze gewoon. Ze vinden, gaan gewoon iets weapons creëren. Nou, uiteindelijk wordt dat het. Ja. En daar zitten er een paar Al-Qaeda-terroristen. Ja. Daar even tijdelijk kamp op geslagen. Ja. Nou, hoppakee. Dat is de reden. Let's go. Oh, dat was de reden. Oh, en het is, is echt een, ja, vrij confronterende scène dat je dan eventjes dat besef hebt.
Want dan is er dus besloten, oké, we gaan Afghanistan binnenvallen. En oké, we gaan Irak gewoon nu ook binnenvallen. En dan zie je zo'n soort, ik weet niet of het Thanksgiving diner was, maar het is besloten. Dan zie je een gezellig familiediner met de vicepresident en zijn vrouw en zijn kinderen en kleinkinderen. En dan zit hij nog tegen zijn kleindochter te vertellen hoe je een vis moet ontleden. En het is zo gezellig. En dan opeens... En dan begint die oorlog. Ja. En dan zijn er aan de andere kant van de wereld families gewoon weer een huis instort. En alles uiteengescheurd wordt. Ja. En zij zitten gewoon zo heerlijk te tafelen. Nou, we zijn wel allemaal dankbaar voor, jongens. Thanksgiving. Precies. Ja. En een week geleden zat er in een andere film exact zo'n scène. En het benadrukt echt precies wat het is. Die rijke, die machtige mannen die daar op die plek zitten en beslissen tot oorlog. Maar totaal buiten schot blijven. Dat was All is Quiet on the Western Front. De Duitse film die over de Eerste Wereldoorlog gaat. In de remake nu is, hè? Ja, echt ook een tering goede film. Als je 1917 hebt gezien, dan ga je deze ook echt waarderen. En ook, maar ook daar zie je erin, weet je, die maarschalken die dan die jonge lui gewoon die slagvelden opstuurt. En ondertussen zit ze een vers croissantje. Vraag ze ook, is dit wel vers? Is dit croissantje wel vers? Ja, ja, ja. En ondertussen hoor je op de achtergrond... En weet je, ja, er gaan gewoon miljoenen mensen dood. Dus, twee films die eigenlijk een beetje hetzelfde thema hebben. In een hele andere tijd. En waanzinnig gespeeld, waanzinnig geacteerd. All is Quiet on the Western Front is een Duitse film. Staat ook op Netflix, volgens mij. Maar de, zeg maar, de nuance waarmee het uitspreekt, het wordt steeds verdachter. Ja. Wat doet de koers van het aandeel? Ja. Weet je dat uit je hoofd te vallen? Geweldige film. Leuk ja. Ook, weet je, wat daar leuk aan is, is een film vol acteurs, want het zijn Duitsers, die je allemaal nog niet kent. Dus dat is ook wel weer eens fijn. Zeker, dat kijkt anders. Wat een goeie, wat is dit voor gast, hè? Ja. Je krijgt gewoon zin om hem op te zoeken en van, oh, heeft hij nog meer gemaakt? Daar wil ik nog wel een keer meer van zien. Ja. Dus deze twee tips. Mooi. From me to you. Mooi. Lekkere film van naad van ons. Oké, nou dan ga ik ook dobbelen. Hartstikke idee. En ik gooi het geschreven woord. Nou, kijk. Ah. Het is het ook voor een groot deel zeer persoonlijk. Maar het is inderdaad ook het geschreven woord. Ik heb een opslag. Ah. Hoeveel? Hoeveel? Hè? Je was zo naar de Malediven. Wauw. Ik heb een opslag al veel te lang. Peter van der Vorst, ik zit met Ruben. Ik dacht dat het vaste afspraken waren. Ik heb een opslag met spullen. Met spullen. Je geeft hem spullen? Nee. Hang op. Laat mij uitpraten. Hang op. Ik heb een opslag met spullen in Zaandam. Zijn het veel al heel of lang. Weinig spullen? Nee, het is zo'n... Nou, dat spreekt toch wel altijd tot verbeelding. Ik ben daar dan veel te weinig. En als je dan bent, dan zie je dan 5 verdiepingen van die opslag. Ja, en iedereen heeft die sleutel en die heeft niemand anders. Nee. Je wil gewoon weten, wat heeft iedereen? En je denkt, er worden je ook dingen opgeslagen die niet oké zijn. Dat weet je. Ja. Dat weet je. Daarom dat programma waar ze dat blind opkopen, dat lijkt me zo kick een keer. Maar goed, dat mag ik dus niet meer. Komt trouwens allemaal voor in mijn film. Het zijn hele scènes, de hoofdrolspelers hebben een box. Wacht, wij huren een box. En daar zitten ze dan ook, dat is ook een soort clubhuisje. Dus heel treurig. Ja. Zitten ze in de TL-licht. Ja. En dan zitten ze met een rollaak open voor hun spullen. En 2 klapstoeltjes. Of een heeft een klapstoel en de ander heeft een schommelstoel. Die dikke, die heeft een schommelstoel gevonden bij dat grof vuil. En dat is zijn praatstoel. Is deze film op Netflix te zien? Dat zijn gesprekken samen. Zie, dat is het. Dat is de deal. Dat als jij naar 1000 films van ons... Promoot. Gaan we die van jou erop zetten. En het kostte niks om die erop te zetten. Nee. Dus ja, het staat erop, het staat er niet op. Maakt het uit, er staan 1 miljard films op. Ja. Nou goed, terug naar de berging. Ja.
opslag. Want ik heb ook een doorpakkerige vriendin. En die zegt, wat staat er eigenlijk allemaal in die opslag? Dus wij in die opslag kijken. En daar kon dus heel veel kan er weg. Heel veel kan er al heel lang weg. Dus heel lang bewaar je eigenlijk spullen die je weg wil doen. Ja. Weg, ja, afval wil ik het niet noemen, want het zijn prima spullen. En in sommige gevallen kan je er nog iemand blij mee maken. We hebben een trampoline eruit gehaald. Die wordt nu weer goed gebruikt door jou, ja. Jongsten. Maar dus dat zijn we gaan aanpakken. We hebben ook een berging gewoon in het appartementencomplex. Ja. Een bergingtje, een bescheiden bergingtje. Maar daar zou prima alles kunnen staan. Dus dan hoef je zo'n berging, zo'n opslag die je betaalt, waar je elke maand voor betaalt, al jaren. Hebben we daar een opslag? Is dit niet in de Zaandam? Ik wist niet eens waar die was. Heb jij de sleutel? Ja, nee. Dus inderdaad, sleutelcode, alles weer op. Nou, vreselijk. Dus zij was het idee, we gaan de berging opruimen. Zodat de spullen uit de opslag die daar echt nog, die wel nog van waarde zijn, die we wel willen bewaren, die kunnen dan in de berging, gewoon thuis. En dan kan die opslag opgezegd worden. Bam, ja. Money in the bank. Zo gezegd, zo gedaan. Dus ik zit afgelopen zaterdag met een kater. Een kater van hier tot Tokio. Tot vrijdag iets te laat geworden. Maar ik had gezegd, ja, inderdaad, zaterdag zal ik eens even door de boeken gaan. Want er stonden 8 dozen met boeken. Ik ben daar echt af en toe trillend. En dan zit je dus op een klapstoeltje in een koude, tochtige gang. Maar wel aan de ramen van de straatkant. Dus er lopen af en toe mensen langs en die kijken 1 keer en 2 keer. En dan zit je daar. Zit je die boeken uit te bladeren. Ja, toen bedacht ik... Hoeveel boeken je hebt. Je hebt veel boeken. Ik denk dat jullie ook veel boeken hebben. Ook heel veel boeken. Ja. Die je nog helemaal niet gelezen hebt. Nee, en misschien nooit gaat lezen. Ja. En toen dacht ik, ter inspiratie voor onze luisteraars, maar misschien ook voor jullie. Ja. Ga eens door die boeken. Ga eens door al die boeken. Bekijk het. Denk misschien bij sommigen, daar kan ik iemand anders blij mee maken. Ja. Dat scheelt ook wel weer voor de kerstdagen. Dan denk ik wel weer gelijk aan al die schrijvers. Die kunnen het prima gebruiken als je het gewoon weer nieuw koopt. Maar goed, het is een prima inspiratie om te kijken wat je zelf hebt en wat je eventueel iemand cadeau zou kunnen doen. Het leuke is dat je de extreme variatie aan boeken. Er is geen pijl op te trekken. Nee. Er is geen patroon in te stompen. Hoe vaak koop je niet een boek gewoon puur op de titel en de voorkant? Dat je denkt van, nou, wat is dit voor een... Ja. Wat is dit voor Jos Brink zitten op de grond? Ja, nou, daar gaan we. Ik heb er een paar meegenomen die ik even met jullie wil bespreken. Want sommige zul je dus heel onterecht mee. En sommige denk je, wauw, die bleken voorspellend. Sommige bleken... anti-voorspellend. Sommige zijn ontroerend. Anti-voorspellende boeken? Ja. Zo? Nou, daar kom ik zo op. Oké. Okay. Contra-voorspellend. Ja, maar razend actueel. Ja, tegenvoorspellend. Nou, okay. Ik weet dat je gelooft je oren niet als ik dat boek er straks uitpak. Nou, even kijken, hoe ga ik dit handig doen? Ja, side note, maar ik weet ook niet precies hoe het zit, dus ik kan het ook... Misschien bij het niet zeg maar. Kijk, er is veel te zeggen over Hitler, wat hij gedaan heeft. Allemaal verschrikkelijk. Maar hij als hij te veel boeken had, dan was hij wel rigoureus. Ja. Dan ging hij niet weggeven of opslaan of zo. Hop, verbranden. Ja. Hop, eerste boek. How to Dine in Style. The Art of Entertaining uit 1920. Ah. Dit boek is nog nooit open geweest. Ja, dat zie je. Die bladzijde het ziet er ook recent gedrukt uit. Oh, in gort droog Engels. Grappig is. Hoe je moet dineren in stijl. Ik heb zo'n boek in het Nederlands. Hoe hoort het eigenlijk? Hoe hoort het eigenlijk, ja. Daar heb ik nog wel in gelezen. Daar heb ik nog wel een sketch over gedaan. 1000 jaar toneel in Nederland van Ben Albach uit 1965. Dus daar is inmiddels weer 57 jaar aan. En een super dun boekje. Een heel dun boekje. Ja, 1000 jaar toneel in Nederland. Heb ik ook. Nou, wat hebben we hier nog meer in de tas? Ah, een kikker springt. Haikus uit het Japans vertaald. Oké. Okay. Ja, wacht, pak ik er eentje. Pak gewoon een haiku. Ik pak er even eentje. In stilte drinken,
de monniken hun ochtendthee. Chrysanthe bloeien. Dus, dat soort gedichten. Ja. Die moet je hebben. Nou, een ochtend, urine. Zat ik, nou goed. En dan kom ik bij dat contra-voorspellende boek. Dat is getiteld... En de auteur zit aan tafel. Je komt Den Haag niet uit. Echt waar? Want wie oh wie, Tijl Bekkant. Ja. Wie oh wie is op dit moment de trainer van ADO Den Haag? Dik advocaat. Ik neem u mee. Advocaat. La, 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 la. Ik neem u mee naar bladzijde 21. Of kwam ADO Den Haag ook onder zijn leiding, Dik advocaat, maar niet uit de grijze middenmoot waarin de club zich al jaren bevindt? We zullen het nooit weten. Want advocaat wordt, zo vertelt de oud-bondscoach in dit gesprek, nooit trainer van ADO Den Haag. Niet nu, niet later, nooit. Maar als je dan doorleest, dan denk je, jawel, dit had wel gekund. Want, dan staat er iets verder... Bekkant, dat begrijp ik, dan ben je te groot voor ADO. Maar de laatste jaren dan? Had je toen niet kunnen doen. Je kiest later wel voor clubs als Sparta en Utrecht. Advocaat, wat ik net al zei, ik ben nooit gevraagd. En dat is jammer, want ik heb altijd wel in mijn achterhoofd gehad... om mijn trainerscarrière bij ADO af te sluiten. Wat een goed boek. Ja. Dus de deur staat nog altijd open, of tenminste op een kier? Nee, dat gaat niet meer gebeuren. ADO doet het nu toch goed? Ja, Bekkant, nu, ja. Weet je, dat vind ik toen... echt zonde. Advocaat. Het moet kennelijk zo zijn. En dan hier de laatste nog. Anti-voorspellend. Ja, ik, ja. Is er nog niks? Wat kan hier deze? Oh ja. Dit zo eindigt het hoofdstuk. Dan heb je verteld dat je John de Mol hebt proberen te overtuigen om ADO te kopen. Ja. En dan zegt de advocaat, ja, hij schijnt wel een voetballiefhebber te zijn. Bekkant. En geboren in Den Haag. Ik heb het hem wel eens gevraagd. Is ADO niks voor jou? Advocaat. En? Bekkant, ik heb hem niet kunnen overtuigen. Man, dat zou toch kicken zijn geweest, Dick. Dat wij aan het begin van het seizoen... samen in een helikopter het stadion van ADO worden binnengevlogen. Jij als trainer, ik als een soort van adviseur. Advocaat tegen de serveerster die toevallig voorbij loopt. Mevrouw, mag ik snel de rekening? Anti-voorspellend. Ja, en toch ook. Dat is grappig, want Dick Advocaat is net trainer geworden van ADO. En dacht ik, ik moet dat gesprek wat ik met hem heb gehad over ADO nog eens teruglezen. Om eens even precies te kijken wat hij gezegd heeft. Maar hij liet het wel doorschijnen. Ja. Het kan. Ja. Vraag me. Precies. Nog een boek waarvan je denkt... Nou, dit is bijvoorbeeld een boek waarvan je denkt... Waarom heb ik dat? Dit boek is getiteld Humor in Norge. En dat is een boek volledig in het Noors. Ik spreek geen Noors. Maar hoe kom je over aan? Humor en Noorwegen. Bam, heb ik ook. Hoe kom je eraan? Toen je een keertje Noordergatenbreed... Dat denk ik. Een prachtige LP van Wim Kan met zijn oudejaarsconferentie. Top, toch? Ik heb geen langspeelplaten. Mag ik? Ik heb geen platenspeler. Die heb ik niet. Ja, ik dus, wel. Nou, hier, bam. maar dit is niet je cadeau. Oh. Nou. Een uurtje komische humor. Oh, de komische humor. Ik kwam dit boek tegen. En dit is serieus een goede tip voor als je echt een goed boek wil lezen. Dat heet Opper-Duitsland. Daar staan zinnen in. Ik heb ze gewoon onderstreept, omdat ze zo mooi zijn. Het gaat over een politicus. Het was een politicus die zichzelf had heruitgevonden. Die zich van specie, limonade en bifi-worst tot Pinot Grigio en Vitello Tonato had opgewerkt. Van de grove boerenmetworst tot de verfijnde salsiccia. Die de broskuif, het bierbuikje, de multifunctionele jas met ontelbare velcrozakken en de deprimerende geboortestreek achter zich had gelaten om de stap in de richting van de polyglotte cosmopoliet te wagen en zich zo voor een dragende rol aan te bevelen. Om ervoor te zorgen dat zijn nog steeds vleesjus zwetende partij aansluiting vond bij de goede smaakburgerij. Dat soort zinnen. Het is een waanzinnig boek. Opper-Duitsland van Alexander Schimmelbusch. Fantastisch boek. Bam. Dan gaan we eventjes naar... Oh, en dit heb ik ook in de kast. Anna, Grandmother of Jesus. Wisten jullie dat? Jezus had ook een grootmoeder. Ja, natuurlijk. Ja, de moeder van Maria. Ja. Anna. Nou, en die, gek genoeg, heeft Claire Hartsong de boek van geschreven... omdat die al 30 jaar telepathische berichten krijgt van de grootmoeder van Jezus. Nee,
natuurlijk. Helemaal vergeten. Ja, dus niet van Jezus, niet van Maria. Nee. De grootmoeder de Rachel, van Jezus. De Rachel Christus. Ja, precies. Maar ook een heel leuk boek waarvan je denkt... Jezus, wat een goed concept is dit eigenlijk. Dit heeft een Amerikaan ooit bedacht. Schrijf je geheim, wat je aan niemand hebt verteld, want dat is een geheim. En wat je ook liever niet aan iedereen wil vertellen, op een postkaart, anoniem, en stuur het naar mij. Oh. En daar heeft hij dit boek van gemaakt. Wow. En hij zegt ook, wees creatief. Maak van je postkaart een kunstwerk. Ja. Maak het je canvas. Dan zegt iemand, stuurt... I pulled a muscle in my neck while masturbating. I couldn't move my head for 3 days. I told my husband it was from moving furniture. Of hier, I masturbate to pictures of Civil War soldiers. Je hele vage geheimen, maar echt ja, hartstikke geestig concept. En toen kwam ik ook 2 boeken tegen waarvan ik dacht, eens even kijken. Het is kerst. Het is bijna kerst. Ja hoor. Kijk eens. Voor jou, want ik weet dat jij niet van fictie houdt, maar van non-fictie. Mm-hmm. De Amerikaanse jaren van Johan Cruijff, geschreven door Pieter van Os. En het is een onderbelichte periode. Ja. Zeer de moeite waard. En voor jou, omdat jij films maakt, Ruben van der Meer, met no budget, hier kan je rijk door 1 zin het gouden film idee. Hoor. Bam, hop, 1 zinnetje maken. En je bent rijk. Nou. Van, hoe heet deze man ook alweer? Ik weet, Paul. Oh ja, Paul Ruven. Paul Ruven. Paul Ruven. Inderdaad. Ook hartverwarmend. Ik heb een heel klein boekje gevonden. Dit zijn stukjes uit brieven tussen mijn vader en zijn zus. En mijn tante, die woont in Amerika. En zij hebben een hele rare manier van praten. Al mijn 3 tantes en mijn vader, die zijn verspreid over België, Frankrijk, Amerika en Nederland dus. En zo praten ze ook. Dus die zegt van... Oh, that was so brilliant. Ik liep daar ook toen. Et alors, j'étais trop les lourds, blablabla. Dus dat is 1 zin. Daar komen minstens 3 talen in voorbij. Dus het is vaak ook in het Engels. Maar dit gaat dus over de kinderen. Ze schrijven hier over hun kinderen naar elkaar toe. Van hoe is het met jouw kinderen? En je kunt al praten, weet ik wat. Ik neem u mee naar 23 juni 1975. Ik ben dan 1 maand oud. Ruben passed all tests during 6th week checkup, though he has pimples and a second chin with fatness. He easily smiles at strange ladies. Dan ben ik 1 maand oud. Check. Nog een ander kleintje. Oh ja. Ik schijn dus helemaal lijp te zijn geweest van katten. Nog steeds ben ik... nu was ik 1 jaar oud. Ruben is totally cat mad. Recognizing any depiction of a feline animal. Dus elke foto die hij herkent van een kat of een tekening. And drawing everybody's attention by repeating thousands of times in a high-pitched voice. Puss, puss, puss. When seeing a real cat, he practically faints. And when he can touch it, he almost reaches climax. hier ben ik 2 jaar oud. Dus mijn moeder met de kinderen naar Nice, naar mijn grootouders die daar woonden. Dat zijn de ouders van mijn vader. Nou, Ruben kon er ook wat van. Zie je, dan gaan we weer gewoon in het Nederlands verder. Ja hoor. Ruben kon er ook wat van. Die kotste toen het vliegtuig zijn motor nog niet eens aan had. Hij kwam de cabine in en blups, daar kwam alle chocomel weer terug. Dat vind ik ook leuk. En dan zijn we in Frankrijk bij de rivier. Ruben doet alleen zijn voeten in het water. Hij plast graag en vaak wijdbeens, vol bewondering over zijn eigen klaterende functies. En gaat dan met zijn blips, zoals hij het noemt, in het water zitten. Omzichtig op een hoge steen. Verder durft hij niet, sinds hij in Winsum in het diepe viel. Kreeftachtige torretjes drukt hij met zijn vingertopje tot moes. Of hij gooit eindeloos steentjes uit zijn directe omgeving een eindje verder het water in, daarbij soms familieleden rakend. Vond ik ook leuk. Toen hield je al niet van snorkelen. Nee, precies. Kan je nagaan. Ruben still undecided about the actual meaning of the words yes and no. Nee, ik wil geen boterham. Goed, dan krijg je geen boterham. Screaming, ik wil een boterham! Op het ijs bij het schaatsen. Ruben staat huilend op het ijs en schuifelt millimeter voor millimeter vooruit. Zodra de schaatsen uit zijn, gooit hij sneeuwballen in je gezicht. Die hij oliebollen noemt.
Hij is de vrolijke, onbekommerde bulldozer met het korte verdriet. Ruben, ben jij al 3? Nee, ik ben nog maar 4. Iedereen lacht, waarop Ruben ook begint te giechelen, alsof hij expres een goede grap heeft verteld. Het laatste. Ruben asking the stupidest questions all the time. Waar ben je geweest? In het ziekenhuis. Wie heb je opengereerd? Een meneer. Wie dan? Een oude meneer. Maar wie dan? Een hele aardige oude opa. Waarom dan? Waarom heb je je cape aan? Waarom heb je je cape niet aan? It's a game. People respond when you say waarom. But when he wants to be helped, it's ga je me aankleden? Ga je me boterham smeren? Continually emitting sounds all day long. Singing. Ik schijn dus echt heel veel als peuter gezongen te hebben. Ik zong, kan je mij de pindakaas aangeven? Bloedirritant moet dat geweest zijn, maar goed. Singing. Even when he has spilled his milk and mops it up. And climbs a chair with pear juice dripping from his face and crushing the pear between the seat and his shiny fingers. I imagine, zegt mijn vader, I imagine he'll die singing. I don't believe it will be psalms. Wein, Weiber und Gesang or something. En dan ben ik 3, hè? Hey, nog toen, net geen 3. En toen zag hij al Marcelino Wunderlich. Exactly. Zo. Dat is geen anti-voorspel, hoor, dit. Nee, dit is zeer voorspellend gebleken, ja, inderdaad. Tot slot, dat vond ik ook wel heel leuk. Want er waren bij ons thuis 3 LP's van de, ik denk, 400 die we hadden. 397 waren klassiek. Dat was bij mij nog niet echt aangeslagen. Dus er waren er 3 die ik heel erg de moeite waard vond. Dat was de Beatles, Abbey Road. Nou, toch een beetje klassiek Peter en de Wolf. Maar helemaal met de uitleg en alle instrumenten ook in beeld. En Jaap Fischer. En Jaap Fischer wil ik dan toch eventjes... Want dit boek vond ik versjes van Jaap Fischer. Nou, je ziet aan de omslag hoe oud het is. En dan wil ik eventjes het eruit halen, het sprookje. Dat gaan we dan straks mee afsluiten na jouw tel. Maar dan zeg ik nu alvast het begin en het eind. Een koning had eens 5 zonen en een prinses. Zij nu had goudblonde lokken en ogen als meren die niet konden jokken. En was de jongste van de 6. Maar deze prinses was huwbaar. Dan komen er, ik maak even een sprongetje in de wedstrijd, dan komen er 3 mannen aan de poort om over liefde te praten. Een wijze geleerde, een rare snoeshaan. En tenslotte Hans. En met Hans klikt het met de prinses. En dan mag Hans. En Hans zegt, ja, ik weet het nog niet, maar het moet een meisje zijn met prachtige kleren en goudblonde lokken. Met ogen als meren die niet kunnen jokken. En een mond als van honing, dan weer scherp als een mes. En hopelijk is haar vader dan koning en zij dan prinses. Maar ze moet Liesje heten. En toen keek de prinses hem heel lang aan en zei, ik heet Esmeralda, maar zeg maar Liesje. Daar gaan we straks naar luisteren. Maar dus, voor iedereen, ruim je boekenkast op. Duik in je berging, duik in je dozen wat je nog helemaal hebt. Je komt een schat tegen. Het is erg, het schat graven in je eigen berging. De oma van Jezus. Bam. Precies. Nou, waar zie je die? In je eigen berging. Precies, in een opslag in Zaandam. Ja, en je zei van ja, je kan ook wel weer een nieuw boek kopen van hetzelfde exemplaar van de schrijvers. Maar wat je doet is, je geeft iemand van dit heb ik ooit gelezen, vind ik fantastisch. Misschien inspireer je diegene wel. Daar wil ik meer van lezen. Dat is toch ook al mooi? Dat is absoluut waar. En nog 1 tip. Als je iemand een boek geeft, ik heb het bij jullie niet gedaan, dus ga er niet naar op zoek. Maar schrijf dan op bladzijde 120, als je hier bent, bel me dan. En dan geef je het boek. En als je dan nooit wordt gebeld, ja, met die reden, precies, ja. En ze zeggen, ik heb het boek wel gelezen. Ja, goed boek, man. Pas van oren, goed boek zeg. Nou weet je een beetje hoe de vork in de stil zit. Leuk. Oké, okay. Mental note. Binnenkort Ruben bellen. Ja. De dobbelsteen is voor Tel bekend. Ik heb ook het scherm. Want ik heb ook iets gezien, of eigenlijk wil ik dit meer vertellen uit irritatie, want ik heb iets niet kunnen zien. Niet op Netflix, niet op Videoland, niet op Prime, niet op Apple TV. HBO. Maar Netflix heb veel, hoor. Is wel goed, hoor. Oh ja, en ik heb het nog even tussendoor opgezocht. All Quiet on the Western Front staat inderdaad op Netflix. Ah, ja. Had zomaar ergens anders kunnen zijn. Maar in dit geval stond het Netflix.
Ik snap je. Ik had een avond niets en ik had me al voorgenomen welke film ik wilde zien. Heerlijk. Hij is niet leeg, maar kind op tijd in bed. Mikkel was uit eten. Ik had het helemaal voor mezelf uitgedokterd. Ik ga Chaplin kijken. Chaplin is een film uit 1992, geregisseerd door Richard Attenborough. Die ken je als... De man uit Jurassic Park. De opa met de wandelstok uit Jurassic Park. Hij heeft ook Gandhi geregisseerd. Grote films. Dus ik ging zoeken. Maar die is er. Die is er gewoon niet. Is het toch de echt film is er niet. En denk je, ja god, ze kunnen niet iedere film online zetten. Nee. Iedere film kan op een streamingdienst. Nou, ik zou even vertellen wie er in die film zit. Ja, precies. Doe dat eens eventjes. De film gaat over het leven van de grote filmacteur, regisseur, producent, editor. Alles. Filmcomponist. Choreograaf. Alles. Charles Chaplin. Die wordt gespeeld door Robert Downey Jr. Dan Aykroyd zit in de film. Anthony Hopkins. Mila Jovovich. Kevin Kline. Marissa Tomei. James Woods. Zelfs de dochter van Charlie Chaplin. Ja. Geraldine Chaplin speelt de moeder. Dus zij speelt haar eigen oma. Ja. Wauw. Het is een waanzinnige motion picture. Dus dacht ik, oké. Dan kijk ik hem niet voor de streamingsdienst. Dan heb ik altijd nog YouTube. My good old pal YouTube. Ja. De guerrilla strijder onder de streamers. Want ik heb hem destijds ook op YouTube gezien. Prima. Kijk hem iets mindere kwaliteit. Zonder ondertiteling. Prima. Nou, daar stond hij wel. Alleen in het Spaans nagesynchroniseerd. Uit woede heb ik nog wel gezocht. Wat heb je dan wel over Charlie Chaplin? En toen bleek er toch een vrij goede documentaire over hem gemaakt te zijn. Ging ik even checken wat daarvan gevonden werd. Trouw vond het een waanzinnige documentaire. En de Volkskrant helemaal geen goede documentaire. Dus ik was nogal geïntrigeerd. Wat ga ik nou zien? Het enige wat gek is aan deze documentaire, want het is een hele goede. Het enige wat gek is dat er is een interview geweest in de jaren 80 met een buurmeisje van Charlie Chaplin. Dat is op audio opgenomen. En Charlie Chaplin heeft op latere leeftijd in zijn huis in Zwitserland een filmcrew ontvangen en een interview gegeven. Zij geen of een interviewcrew. Maar geen filmcrew. Dus er zijn geen beelden van. Dus ze hebben van die beide interviews de beelden dus het nagespeeld. En die acteurs playbacken het interview. Dat zit ook in... Dus je denkt dat je naar een interview zit te kijken, maar het is nagespeeld. Dat is een beetje gek. Ja. Hebben ze ook die techniek in die Marilyn Monroe documentaire, waar ze allemaal interviews hebben gedaan met mensen die haar gekend hebben. En dat zijn allemaal tapejes. Maar dan kunnen ze die tapejes afspelen. Dan laten ze dat naspelen. Helemaal in die tijd en dat die interviews waren. Het is wel echt wel een toevoeging, hoor. Ja, nou ja, kijk. Afgezien daarvan was het toch wel weer een bijzondere ervaring. Omdat je weet wel iets over Charlie Chaplin. Dat het een grappig acteur is. En dat hij zwart-wit films maakte. Maar Jezus, wat een verhaal. En daarom wil ik die film ook graag weer zien. Die ik jaren geleden gezien had. Wat weinig mensen weten is dat Charlie Chaplin geboren is op 16 april 1889. Het is maar 4 dagen na Adolf Hitler. Zij zijn 4 dagen uit elkaar geboren. Ja. Dat is toch krankzinnig als je daarover nadenkt. Als je hij de Great Dictator laat spreken. Want ergens komen die levens bij elkaar. Hij is geboren in Londen. Superarm. Echt krankzinnig arm. Zijn moeder was een hardwerkende, strugglende actrice. En het lukte haar niet. Vader was buiten beeld, was alcoholist. Hij en zijn broertje zijn voor hun 9e jaar 2 keer naar een werkhuis gestuurd. Dan werd je heen gestuurd als niemand meer voor je kon zorgen. En dan moest je werken en daar wonen. Ja. Jonger dan 9. En toen al 2 keer daar heen gestuurd. 1 keer zijn ze weer teruggehaald door die moeder. Toen kon ze weer voor ze zorgen.
En je kunt je niet voorstellen wat kinderen daar hebben moeten meemaken. Moeder belandt in een gesticht. Die kan het allemaal niet meer bolwerken. Logisch. De armoede. Charlie heeft nog even op 13-jarige leeftijd alleen gewoond. Is van de honger op zoek gegaan naar eten. Heeft nog met zijn broertje bij zijn vader gewoond. Waar hij nauwelijks een contact mee had. Dus wist ook niet wie dat was. Was een zware alcoholist die overleed op zijn 38ste. Maar niet nog voordat de kinderbescherming daar nog thuis kwam. En dat gebeurde pas als het echt heel erg was. Uiteindelijk gaat hij op zijn 14e theater in. Dat gaat eigenlijk vanaf het begin heel goed. Hij stopt met zijn opleiding. En Charlie Chaplin of Charles Chaplin is echt een schoolvoorbeeld. Van krantenjongen tot miljonair. Want wat gebeurt? Hij komt in een gezelschap. Het gezelschap maakt een toertje naar Amerika. Dat gaat goed. Ze worden nog een keer teruggevraagd. En ergens in een nieuw opkomend fenomeen, de filmindustrie, valt er iemand uit. En een producer die bedenkt, ik ken iemand, ik heb iemand gezien en die is grappig. En die kan grappig van trappen vallen. En die kan grappig doen alsof hij geslagen wordt en dronken spelen. Hij heet Chambers, zoek hem. Ik telegrafeer naar al mijn contacten, zoek hem op. En zo werd Charlie Chaplin gevonden om in stomme films te spelen. Films die nog geen geluid hadden voor $150 per week. Hij is dan ongeveer 25. En in de jaren... Nee, nu dit moet ik niet overslaan. Maar dit gebeurt, wat er nu gebeurt is iets heel belangrijks. Hij speelt een rol met een man met een baard. En dan krijgt slechte kritieken. En vanuit een soort wanhoop. Die denkt, joh, wat moet ik nou? Ik zit in een film, het is nieuw. En niemand weet precies hoe het werkt. Het was goedkoop. Mensen gingen naar Nickelodeon. Je had geen bioscopen. Naar een soort ruimtes waar het werd geprojecteerd, er werd muziek opgespeeld. Dus het was allemaal zwaar in ontwikkeling. En projector dacht, op een koets. Wat moet ik nou? Toen ging hij de propsruimte in en toen dacht hij, oké, ik ga een tegenstellingen, ga ik denken. Ik neem een klein jasje, een grote broek. Ik neem een klein hoedje, grote schoenen. Ik neem een wandelstokje. En iedereen zei, je ziet er zo jong uit, wat ziet er jong uit? Ik neem een snorretje om mezelf wat ouder te maken. En zo ontstond het karakter wat wij Charlie Chaplin noemen. Maar Charlie Chaplin, dat is de man. Ja. Het werd de tram genoemd. Ja. Het zwervers, ja, ja, ja. Het zwerversmodel. Ja, dat is ook die tegenstelling dat hij er best wel chic uitziet. Precies, ja. Maar heel armoedig. Dat zwerversmodel, dat was al heel erg in de mode. De zwerver, de drifters, die grappig deden. Dus er zijn ook nog best wel lawsuits geweest over wie was nou de eerste... De uitvinder van precies, de, ja. Van de dakloze comedy? Omdat er is een Spaanse comedian die exact hetzelfde eruit ziet als Charlie Chaplin. En zichzelf Chaplar noemde. En zei, ik heb dat helemaal zelf verzonnen. Er ontstond een rage rondom Charlie Chaplin. Daar hebben wij ons kunnen wij ons geen verbeelding voor maken. Hij was rond het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog de allerbekendste persoon op aarde. Want door dat projecteren ging hij van Amerika naar Europa, naar Zuid-Amerika, naar Rusland. Waar er nog geen, zeg maar, westerse Oost-Westen oorlog. Precies was. Dus hij werd gigantisch. En hij was zo slim om te zeggen, ik stop met al die korte films. Ik richt mijn eigen studio op. United Artists. Is hij de oprichter van. Nee. En ik ga mijn eigen films maken. En toen kwam die in 1921 met The Kid. En ik heb daar een stukje van gekeken. Dat is dus een film die meer dan 100 jaar oud is. Hij is een jaar geleden ook helemaal gerestaureerd in de bioscoop geweest. Recensies gelezen, er werd ook gezegd, die film boet niks aan kwaliteit in. Dat is die film kan je nu zien. Die is dus zonder gesproken woord. Het gaat over een jongetje wat te vonding wordt gelegd. Charlie Chaplin vindt het jongetje en voedt hem op. Maar, en ik krijg alweer tranen in mijn ogen als ik daaraan denk. Hij wordt meegenomen omdat hij naar een tehuis moet. En dat is natuurlijk wat er met hem gebeurd is. Ja. En dan zie je wat een ongelooflijk talent het was. Hij wordt
Charlie Chaplin wordt vastgehouden. Dat kind wordt meegenomen. Dat kind is echt overstuur. En die blik in die ogen, want daar stond toen bekend. Hij kon een soort koudheid en warmte in die ogen. Door haar, weet je, haar wordt gek van wanhoop. Wanhoop, precies. Ja. En dat dat in zo'n komische, kolderieke film zit. En met die muziek eronder. Nou, het wordt je koud om het hart. Ja. Die film wordt een gigantisch succes. Daarna komt hij met Gold Rush, The Circus, City Lights, Modern Times. Hij wordt steen en steen en steenrijk. Hij wordt de allergrootste filmster die er bestaat. Alleen dan, geluid. Ja. Er komt geluid. Yep. En hij is dus die non-verbale komiek. Die filmster waarvan niemand weet hoe die klinkt, dat mysterieuze. En waar bijvoorbeeld de dik en de dunne, Stan en Ollie, overstappen op het geluid. Iedereen het doet, doet hij dat niet. Dus hij blijft films maken die geen geluid hebben. Modern Times is een film die gaat over... Eigenlijk is de aanklacht tegen het kapitalisme. Ja. En is hij pro-Russisch. En dan maakt hij een... film City Lights. Ik noem hem al in 1931. En hij heeft zoveel geld en zo succesvol dat het maakt niet uit hoe lang het maken van die film duurt. Het moet perfect zijn. En ze draaien, I kid you not, 400 dagen over één scène. Veel van zijn films gaan over een misverstand. Deze film gaat het over een arm meisje. Ze verkoopt rozen. Ze is blind. Ze is blind, precies. Ja. En zij ziet Charlie Chaplin in het begin van de film aan voor een miljonair. Daar gaat de film over. Alleen, hij zegt, ik kom er niet uit. Hoe kan ik dat nou vertellen? Hoe? En hij blijft maar draaien en draaien en draaien. Iedereen wordt er gek van. Dan zegt hij, het ligt aan de actrice. Actrice moet weg. Nieuwe actrice wordt gerust. Nog één en nog één en nog één. Maandenlang. En dan zegt hij, ik krijg die scène niet goed. Actrice moet terug. Hij smeekt haar om weer terug te komen. En zij zegt, ik wil het niet meer. Ik weet niet... En hij blijft maar draaien. Hij loopt langs haar. Zij verkoopt bloemen. Ze herkent zijn stem. Ze vraagt hem. Hij weet niet hoe hij het moet doen. En dan opeens heeft hij het. Charlie Chaplin loopt door de chaos van het verkeer. Kan niet door de auto's. Kan er niet langs. Hij stapt een auto in. En stapt aan de andere kant weer uit. Om op het trottoir te komen. Gooit het portier dicht en het meisje denkt, hij komt uit een auto. Hij zal wel miljonair zijn. En dan pas heeft hij het. Dus zo krankzinnig was hij met zijn films bezig. Uiteindelijk besluit hij, en dit is natuurlijk bizar hoe dit soort dingen bij elkaar komen. Hij wordt zo populair, ik zei het al, Rusland, Amerika, Europa, Zuid-Amerika. Eén plek waar zijn films niet vertoond werden. Germany. Duitsland. Also. Daar hielden ze niet van zijn humor. Nee. Überhaupt niet. Precies. Zeker niet in die tijd. Want nu zijn alle Duitsers oké. Okay. Dus dat was natuurlijk nogal ironisch. Dat deze twee mannetjes met snorretjes allebei op hun manier naar de top gingen. Met een hele andere afslag in de wereld. En ergens komt het bij elkaar op het moment dat Charlie Chaplin in 1940 besluit de film te maken, De Dictator. Waarin hij weer, op basis van een misverstand, wordt aangezien als een dictator. Ja. En dan, als hij wordt beëdigd, als hij naar de troon stijgt en altijd maar dat misverstand door blijft gaan, dat hij dus als gewone pauper op die hoogste plek komt, praat hij voor het eerst in zijn films. Dat is de eerste keer dat je Charlie... Dat is toch krank. Dat is en dat is een speech die is zo goed. Ze hebben gevraagd of hij die speech kwam herhalen bij de Verenigde Naties. Dat gaat over eenheid, gelijkheid, over zwart, blank, joods, geel, iedereen. Nou, het is een geniaal... The Great Dictator. Precies, een geniaal verloop dat het bij elkaar komt. En dan, als die oorlog voorbij is en Charles Chaplin uitermate succesvol is, een graag geziene gast, vergalopeert hij zich doordat hij vindt dat het communisme nu de nieuwe weg is.
En dan gaat J. Edgar Hoover achter hem aan. En op het moment dat hij naar het buitenland gaat, naar Europa, om een film te promoten, mag hij Amerika niet meer in. En hij blijft de rest van zijn leven. En dat is tot 1977, hij overlijdt op eerste kerstdag, blijft hij vastzitten in Zwitserland. Hij maakt nog films, ja. Maar niet meer als Charlie Chaplin, de Tramp, de zwerver, de drifter. Zijn laatste film is uit 1967. Met mensen als Marlon Brando, Sophia Loren. Nee. De Countess from Hong Kong film is in Amerika volledig de grond ingeschreven. Maar met een reden, want ze moesten hem niet. Ja. Het is de favoriete film van Jack Nicholson. Dude. Maar de film Chaplin, hij staat nergens op geen één streamingsdienst. Maar zijn andere grote films, dus deze biopic waar ik mee begon, die kun je nergens zien. Maar ga, doe jezelf een plezier. Ja. En ga een keer met je kinderen of met jezelf een film kijken van Charlie Chaplin. Want ze zijn tijdloos. Tijdloos goed. Ja, want ik ben dan de kneus die inderdaad altijd dacht, ja, je hebt de dikke, de dunne, je hebt Charlie Chaplin. Punt. Ja. Maar dat dit daarachter zat. En dat die... Ik heb de hele box, dus al het werk. Het is geweldig. Ja, zeg maar, zoals je net miskend beschreef. Ook dat soort dingen. Hij kon al heel goed in symbolische plaatjes vertellen. Juist omdat het ook geen tekst, geen spraak bij was. Dat blinde meisje die rozen verkoopt als hij uitstapt. En hij ziet er ook. Dan zit er achter haar een raam met een rond glas- en loodwerk waar licht doorheen schijnt met kleurtinten, waardoor zij eruit ziet als de Maagd Maria. Want het is een zo'n aureol. Rond aureel. Aureel. Ja, achter haar. En ze kijkt ook zo'n beetje schuin naar beneden, zoals die beelden van Maria zijn. En dus even zonder dat je het weet, of echt meteen door hebt, is het... Komt dat plaatje zo binnen, weet je wel? Altijd van dat soort dingen. Ja, maar je begrijpt nu, als je dus maanden of een jaar hebt voor een scène. Ja. Het kon niet op. Ja. Dus hij zei, heel veel acteurs konden niet meer met hem werken. Die zei, het duurt zo lang. Ja. We zijn jaren met een film bezig. Maar ja, het zijn wel echte klassiekers geworden. Al zijn films, vooral die vroege films uit de jaren 20 en 30, staan allemaal hoog in hitlijsten aller tijden. Mooi zeg. Mooi, mooie hidden gem, miskend genie. Wij zijn er doorheen, lieve luisteraars, door deze reguliere podcast. Wij gaan door in de backstage voor mensen die dat niet willen, die ons niet nog een keer willen horen. Tegen die mensen zeggen we fijne kerstdagen. Ja, en tot ziens. Want die hoef jij niet meer... Nee, ja, tot ziens is toch niet... Bedoel, oh, pardon. Nee, tot ziens. Ik dacht ook een tot ziens. Of tot horens. Ja, precies. Tot de volgende keer. Voor mensen die nog wel gezellig door willen, we gaan door op de backstage. En het leek ons leuk om een beetje voortbordurend op jullie beide thema's, de filmquote. We gaan eens even kijken als sombrero, als lid van ons luisteraarsleger, van ons betaalde luisteraarsleger. Dat klinkt een beetje dubieus. Denken we gaan je een beetje op weg helpen. Want wat jij ook zei, Christian Bale, mijn vriendin weet al niet precies wie dat is. Ik ben vaak ook in die categorie te vinden. Maar ook met quotes. Soms dan heb je iemand en die zegt, bla bla, bepaalde quote. En dan denk ik, ja, dan knik ik een beetje. Ja. Maar dan weet ik niet waar die vandaan komt. Laten we eens eventjes door een flinke lijst filmquotes heen gaan. En dat jullie dan ook... Snap je? Als iemand die bezigt, dat je dan weet waar die vandaan komt. Kijk. Waar ze het over hebben, hoe je die kan gebruiken. Dat is algemene opvoeding. Precies. Heel precies. Belangrijk. Nou, dat gaan we doen in de backstage. Hoe kom je in die backstage, jongens? Vragen. Dan ga je naar petjeaf.com/RubenTeilRuben. En daar is het €2 per maand. Ja. Heb je 2 extra podcasts. Ja, nou ja, dat is eigenlijk dat is krankzinnig. Maar goed, laat me doen. We zijn de IKEA van de podcast. En kwaliteit en een goede prijs. Maar zit jij nu ook al met IKEA? Makkelijk in elkaar. We zijn de Netflix. Bedankt voor het luisteren. En tot in de backstage. En anders hele fijne kerstdagen. En tot de volgende keer. Ciao, ciao. Ons allemaal. Ah.
Adios. Doei, doei. Een koning had dus 5 zonen en een prinses. Zij nu had goudblonde lokken en ogen als mieren die niet konden jokken. En ze was de jongste van de 6. Maar deze prinses was huwbaar. Vaak gingen de koning en zijn zonen vroeg op pad. En de joegers de hele dag terwijl zij thuis te dromen lag en wachtte op. Ze wist niet wat. En deed ze een stap naar buiten, dan lagen er vreemde prinsen in het gras. Vreemde prinsen te fluiten, die wisten al lang hoe laat het was. En de koning zei, ze kon krijgen wat ze bliefde. Ze kon vrijen met lakeien, maar zei de zoontje, ja, maar dat is geen liefde. En toen kwamen er 3 mannen aan de poort om over liefde te vertellen. En de eerste was een geleerde en de tweede was een vreemde snoeshaan. En de derde was Hans. En de geleerde mocht beginnen. Liefde is minnen en samen zijn iets nieuws beginnen. Mijn is dein, warm van binnen. Verlegenheid, samen in zee, geen ach, geen wee. Maar hola, nee, genegenheid. En liefde is niet houden van. Je kan van zoveel vrouwen houden. Je kan met zoveel vrouwen trouwen als je er wat in ziet. Maar liefde is dat niet. Je houdt van kip met appelmoes. En toen knikte de prinses, want ze hield ontzettend veel van kip met appelmoes. En toen had de geleerde het over amor en caritas en wat het verschil daartussen was. Over agape, eros en filia. Over een diner voor 2 met dansen na. En de prinses was stil, zo luisterde ze. En toen ze wat mocht vragen, fluisterde ze. En zoenen? Zoenen staat niet in koenen, zei de geleerde. En ging. En toen mocht de vreemde snoes aan. En die zei, o, hoe bestaat het dat ik hou van een lelijke vrouw, zo lief, zo zacht en toch zo lelijk als de nacht, zelfs als ze lacht. O, hoe bestaat het dat ik hou van een lelijke vrouw. Ik sluit mijn ogen en haar hand sluipt in mijn hand. Juist zo klein als zij moet zijn, precies zo fijn als zij moet zijn. Als wijn die je zacht ondermijnt, overmand. En dan weet ik dat ik hou van een beeldschone vrouw die zon verduistert. Meer zingt dan fluistert, naar niemand luistert. Oh, dan weet ik dat ik hou van een beeldschone vrouw. Maar als ze langschokt, als een paard, een lelijk paard. De kop omlaag, de vormeloze dijen. Die kinderen doet schreien en schichter springt en jachtig verder jaagt. Dan oog ik naar de vrouw waarvan ik hou. Ze komt weer om, ik sluit mijn ogen, dat is dom. Ik weet niet goed wat ik moet doen met deze vrouw waarvan ik hou. En toen mocht Hans. En Hans zei, ja, ik weet het nog niet, maar het moet een meisje zijn met prachtige kleren en goudblonde lokken, met ogen als meren die niet kunnen jokken, en een mond als van een honing, dan weer scherp als een mes. En hopelijk is haar vader dan koning en zij dan prinses. Maar ze moet Liesje heten. En toen keek de prinses hem aan en zei, ik heet Esmeralda, maar zeg maar Liesje.